Bijzonder goedenavond. Ook de mensen in de chat daar een bijzondere goedenavond. Leuk dat jullie er allemaal bij zijn. Ook het Alsmeerse bloemenmeisje een bijzondere goedenavond. Ik dacht dan, die liggen al in de vierkante meter, maar... Ook Crowley, leuk dat je er weer bij bent. De plaatjes gaan ook even richting de hoofdstad. Leer nou niet te matten, hè. Anders draai ik ook nooit meer iets wat ook maar een millimeter met Amsterdam te maken heeft, hè. In ieder geval de plaatje even voor ieder die meeluistert. Totaal niemand uitgezonderd. Ook aan jou, u schijnt te matten, hè. Ja. Alex, even weer bedankt voor het erbij zijn van vanavond. Een dikke welterusten vanaf deze kant gewenst. Ook onze Patty, het Alsmeerse bloemenmeisje. Een dikke welterusten. En heel veel succes en heel veel plezier morgen. Hè. Hoe zijn we er ook alweer? Kop op kussen? Kop op kussen. Kom in stroom. En dan slaap je zo, hè. Goed, de volgende plaat even speciaal voor Brigitte. Wordt even aangeboden door Natasja. Weet je hoe ze dit vroeger ook wel eens... Nou, laat maar zitten. Ik heb hem erbij gezocht. Komt de plaat even die kant uit. Je hebt ook van die mensen, Alex, die slapen gewoon hangend op de kop, hè. Dat kun je vooral 's morgens aan het haar zien, hè. Vrienden naar Amsterdam. Weer Amsterdam, hè? Kroeg naar kroegie. En wat moet daarom worden het ook nooit geen hits, hè? Ergens, het was niet normaal. Zo'n duister zaakje met daarachter nog een zaal. Nou, wij genoten, het was bizar. Ze noemen daar dat een bananenbar. Het kost een centen. Ze plukte ons daar kaal. Maar ach, je had wel liefst, ze hingen in de paal. 12 meiden op een rij. En dat was nog eens iets voor... Ook even speciaal voor heen en weer in die chat, hè. En ze scheurde weg die kont. Terwijl dat liep daar uit mijn mond. Feestje,
tot 's morgens vroeg. Want ach, je kent het, het is nooit genoeg. Een fles champagne en wat kaviaar. Maar met de rekening was ik heel snel mee klaar. Mijn hele maandloon, dat ging eraan. Alleen omdat daar wat vrouwen staan. Maar ach, nu heb ik een mooi verhaal. Over de vrouwen die daar hingen in een paal. 12 meiden op een rij. 24 meiden. Dat was nog eens iets voor mij. Hey ja, hoor het en ze schudden met die kont. 24 meiden. Terwijl dat liep daar uit mijn mond. Terugweg hadden we pret. Geen tijd voor slapen, er is niet naar bed. De vrouwen vroegen, hoe is het geweest? Een heel klein leugentje, dat helpt je dan het meest. Want als ze weten, hoe het is gegaan. Dan had mijn koffer buiten gestaan. Dus beter zwijgen. En dan het verhaal, want die van ons die hangen nooit eens in de paal. 12 meiden op de rij, 24 meiden. En dat was nog eens iets voor mij. Hey ja, hey ja, en ze schudden met die kont. 24 meiden. Het kwijl dat liep daar uit mijn mond. Dit
binnen door met mijn keu recht omhoog. Oh, oh, wat een vraag. Ja, ik zit met die bal in mijn baan. Oh, oh, wat een stoot. Moet die dik, moet die dun of van rood? Oh, oh, wat een bal. Ik weet nog niet hoe ik die maken zal. Stoot ik met een boog, binnen door met mijn keu recht omhoog. Oh, oh, wat een vraag. Ja, ik zit met die bal in mijn maag. Oh, oh, wat een vraag. Ja, ik zit met die bal in mijn maag. Ja, goed, Krauw, ik lees even zometeen de chat een klein beetje mee. Nou, ik heb dat vanavond ook al voorgesteld aan Patty, hè. Gewoon Midden-Nederland helemaal plat gooien. Kijken wat de aanbiedingen worden, hè. Dus, ja, inderdaad, Patty, ja. Goed, we gaan er nog eens even een keer met z'n allen om de tafel over babbelen, dacht ik zo, hè. Dan zullen we dat spul eens even aan de oren trekken daar in Big City, ja. En goed, de luisteraars.
Goed, dus volgende plaat gaan we even draaien voor iedereen die meeluistert. Wordt even aangeboden door Brigitte. Moesten we doen met de plaat van Gerard Joling en Tino Martin. Met de titel van mijn plaat, Laat Mijn Leven. Nou, ik heb hem erbij gezocht en komt hij ook even die kant uit, ja. Mooie plaat, vooral rond de feestdagen in december, dacht ik zo. Goed, de volgende plaat gaan we even draaien voor een special iemand in de chat. Ik heb er een toepasselijke plaat voor opgezocht. En ik hoop dat die in de smaak valt, hè. Eigenlijk moet dat Mattelaar zijn, hè? Maar goed. Als je
van Sjaki van de Hoek. Hij stal voor ons liqueurbonbons en iedereen met zin. En als men thuis vroeg hoe dat kwam, Sjaki! Ik ben nog van een kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, held wist ik. Nou ja, vlug als kwik, dat kan wel een beetje minder, hè? Sjaki werd soldaat. Voor miljoenen en voor Sjaak kwam de vrede veel te laat. Zijn zoontjes zijn precies als hij, half lief en half piraat. De een heet Jos, de ander Sjaak. Toen maak ze geen soldaat. Ik denk nog vaak aan klein Sjaak. Groot in het kattenkwaad, vlug als kwik, helderschrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaki. Ik had een droom, die ik niet snel vergeten zal. Over een land, waar het vrede zou zijn, voor altijd. Het was een land, ergens ver hier vandaan, mijn vriend. Die ouwe is aardig aan het oefenen. Hè? Ik voel een Idols 2018 aankomen. Hè? Dat is een promo hier. Hè? Lang geweld in ons leven nog voortbestaat, blijft het een droom die geen waarheid zal zijn. Dat doet pijn, maar met begrip en te luisteren naar elkaar wordt mijn droom eenmaal waar en de vrede. Langs wat aan.
Goed, de volgende plaat gaan we even speciaal draaien voor Corrie, Patrick en ook even voor Team Best Hits. Nou, Kigan, bedankt. Word ik even aangeboden door Robertino. En ook Robertino, even bedankt voor de bijzondere mooie platenkeus. Gaan we even doen met de twee riedels van de formatie De Vrijbuiters. En ik hoop ook even dat die in de smaak valt. Hè. Komt die uiteraard ook even die kant uit. Iedere keer, hoe lang mag ik blijven?
karotje stel van bedrijf. Die kar in die slaat, die tekens die zak. Waarin zal dit eens overgaan? De angst voor geweld, nee, dat is nu niet meer. Onzekerheid iedere keer. Hoe lang mag ik blijven in dit paradijs? Dat doet iedere dag weer zo'n zeer. De angst voor geweld, nee, dat is nu niet meer. Onzekerheid iedere keer. Hoe lang mag ik blijven in dit paradijs? Dat doet iedere dag weer zo'n zeer. Ja goed, de volgende plaat die wil ik even speciaal draaien voor de collega-piraten destijds die ons inmiddels ontvallen zijn. Even back in time, een kleine herinnering even terughalen hier zo op de woensdagavond bij Atletico Radio. Harry achter de micro ook, de mensen in de chat daar zo. Ondanks de babbels vanaf die kant gaan de plaatjes toch ook een klein beetje die richting uit. En luister maar gezellig mee, ja. Ja, huis aan huis staan de radio's aan. Daar is een zender waar wij van genieten. Hij brengt een lichtpunt in menig bestaan. Radioactief is er voor alle mensen. Johnny en Edwin, ze zijn altijd daar. En aarzel niet, bel eens voor een verzoek. Toe vraag het aan Siska, ze zit voor je klaar. Radioactief voor iedereen. Blijf voor ons draaien, laat ons nooit alleen. Een leuke plaat en een vriendelijk woord wordt overal gehoord. Radioactief voor groot en klein. Als jij er bent, dan wordt het leven fijn. Jij bent het zonnetje in menig huis. Bij jou voel je je thuis. Radioactief voor iedereen. Blijf voor ons draaien, laat ons nooit alleen. Een leuke plaat en een vriendelijk woord wordt overal gehoord. Radioactief voor groot en klein. Als jij een... Ik, Ronald, die plaat is mooi, hè, maar die tijd toen, hè. Die was nog 10 keer zo mooi, hè? Het zonnetje in menig huis. Bij jou voel je je thuis. Jij bent het zonnetje in menig huis. Bij jou daar voel je je thuis. Verona in de eten is geweest. Met Benno achter de knop.
Verona in de ether is geweest. Radio Verona in de ether. Men draait het Holland lid voor u en mij. Uit Deventer kan iedereen het horen. Vanuit een professionele studio, uitgerust met goede DJ's, is dit Radio Atletico Deventer. Via de FM en op www.bestehits.nl. Ik ben Sylvia Swaap uit het Drentse Foutenmond en ik luister natuurlijk naar bestehits.nl. De klapper van de week. Ja, ik kan er wel op reageren, gaan we maar niet doen, Rudy, in de chat, hè. Dat is eigenlijk zoiets als de Telegraaf, hè. We hebben wel een stelletje kippen daar, hè. Hebben we daar geen nummertje voor? Gaan we even blijven, hè. De volgende plaat even speciaal voor alle luidjes in de chat. En helemaal voor het vrouwmensengefiguur wat er allemaal is daar zo. En daar hebben we even een toepasselijke plaat voor opgezocht. Dus even speciaal voor alle luidjes in de chatbox daar zo. Aangeboden door de Studio 1 hier, hè. Kwek, kwek, kwek. Tok, tok, tok. Eentje vloog door het hok. Tok, tok, tok. Kwek, kwek, kwek. Kippie kreeg op haar bek. Kukele, kuk, non de tjuut, zei de haan. Wat heeft die eend met mijn kippie gedaan? Is hij in mijn kippenhok gewipt? Ze deden het achter mijn rug, maar hoe dat snapt geen kip. Ah.
Ruzie op de boerderij, al het vee stond erbij. Een kip die pleegde overspel met een eend, dan weet je het wel. De eend zat in het kippenhok, naast de kip op de stok. Toen ploste haan die binnenkwam, van een en ander nood aan nam. Kwek, 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 tok, 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 eendje vloog door het hok. Tok, 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 kwek, 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 kip die kreeg op haar bek. Ku, kule, ku, nom de ju, zei de haan. Wat heeft die eend met mijn kippie gedaan? Is hij in mijn kippenhok gewipt? Ze deden het achter mijn rug, maar hoe, dat snapt geen kip. Als de haan zijn werk deed, hij kukkelde zich in het zweet. Werd keer op keer dezelfde tijd zijn vrouwtje door die eend geleid. Hij kukkelde die dag wat vlug en was al dus wat eerder terug. Zo kwam het dat hij onverwacht die twee in volle actie zag. Kwek, 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 tok, 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 kippie viel van de stok. Tok, 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 kwek, 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 eendje kreeg op zijn bek. Kukkele, kuk, nom de ju, zei de haan. Wat heeft die eend met mijn kippie gedaan? Vaak is hij in mijn kippenhok gewipt. Ze deden het achter mijn rug, maar hoe, dat snapt geen kip. Kukkele, kuk, nom de ju, zei de haan. Wat heeft die eend met mijn kippie gedaan? Hoe vaak is hij in mijn kippenhok gewipt? Ze deden het achter mijn rug, maar hoe, dat snapt geen kip. Zij bewees vandaag die kipper ei. Een kuikje kwam maar uitgewipt. Was half eend en half kip. Het piepte tok, het piepte kwek. Het was tweetalig, dat is niet gek. Wat zou die rare vogel fijn en ideale bellig zijn. Kwek, 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 tok, tok, tok. Mamie vloog door het hok. Tok, 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 kwek, kwek, kwek. Papie brak haast zijn nek. Kukkele, kuk, nom de ju, zei de haan. Wat heeft die eend met mijn kippie gedaan? Zij in mijn kippenhok gewipt. Ze deden het achter mijn rug, maar hoe, dat snapt geen kip. Kukkele, kuk, nom de ju, zei de haan. Wat heeft die eend met mijn kippie gedaan? Hoe vaak is hij in mijn kippenhok gewipt? Ze deden het achter mijn rug, maar hoe, dat snapt geen kip. Kwek, 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 tok, tok, tok. Ga nooit met een kip op stop. Tok, 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 kwek, kwek, kwek. Hou nu maar je bek. Nou. Nou, dat horen we dan ook weer, hè. Ga nooit met een kip op stok, hè. Dus volgens mij kunnen ze beter zeggen, ga nooit met een kip in bed, hè, of zoiets. Hè? Maar goed, de volgende platen, we hebben er even over zitten discussiëren hier in de studio, maar we gaan hem toch draaien. Even speciaal voor de vrouwmensen in de chat daar zo. We worden ook even aangeboden door het mannelijk geslacht en we hebben er een toepasselijke plaat voor opgezocht. Dus luister er maar even mooi mee, ja. Bang!
Goed, de dames in de chat, ja, ik kan er ook niks aan doen. Het is gewoon een aangevraagde plaat en we draaien gewoon. U vraagt en wij draaien. Alleen helaas, de verzoekserver die gaat dicht hier aan deze kant. De volgende plaat is aangevraagd door Willem-Alexander. Gaat even de ronde voor Harry, voor Rudy, voor Patrick, voor Sjaak. En voor de rest van de aanwezigen moest het toepasselijke plaat zijn. Ik heb hem er ook voor opgezocht en komt hij uiteraard ook in richting Wassenaar, hè? Hij stomt, hij zuigt, en ook al klinkt het stom, maar hij doet de baby een schone luier om. Maar ligt lang uit, fijn op de zonnebank, pas s'avonds laat, dan krijgt papa haar dank. Want voor het slapen zegt ze tegen hem, met een overslaande stem. Zijn vrouw bij ons, daar zijn de rollen omgekeerd. Papa werkt zich rot, mama commandeert. Hij wordt beloond voor wat hij heeft gedaan. Want elke avond voor het slapen gaan, hoor ik hoe trots mama wel is op hem. Opgewonden klinkt haar stem. Goed, de ladies, ja, ik weet, het komt hard aan, maar ja, goed, zoals ik zo vaak zeg, u vraagt en wij draaien. De volgende plaat is ook eenmaal aangevraagd door een anonieme aanvrager. En ik moest er even draaien voor Brigitte. Nou, ik heb hem erbij gezocht. Komt hij ook even die kant uit, hè? Jou in elk gewenst model. Zeg eens kerel, hoe had jij het gedaan?
de kop van Brigitte, van Gina de Mon, Melissa haar dijen en van Blondie haar, haar zo blond. De kop van Brigitte, van Christel de Lijn, van Dolly de Buste, oh dat zou toch wat zijn. Bij mij in bed wil gaan trouwen met mijn paard en heel gauw, want wat zij heeft, heeft geen ene vrouw. De kop van Brigitte, van Gina de Mon, Melissa haar dijen en van Blondie haar, haar zo blond. Een schat van een Mary, daar loop ik mee rond, overal loop. Daar zie je haar, komt er feitsel op de muren, op de stallen, op de schuren, op de ramen. Wat een keer tijd dat je gaat, Natasja. Wat misschien nog gezellig in de chat. Kijk naar haar, komt er feitsel op de muren, op de stallen, op de schuren. Ja, goed, de luisteraars, een bijzonder goedenavond. Best Steeds Radio, de woensdagavond Atletico hier zo. We gaan even de laatste verzoekjes erdoorheen draaien hier. En dan gaan we ook weer langzamerhand richting het eind van het programma. Dag zo, hè. De volgende plaat even voor iedereen die meeluistert. Ook even voor Rudy, omdat ik hem zo mooi vind. Wordt even aangevraagd door Rudy. Gaan we doen met de mooie plaat van Bonnie Sinclair. Met die beruchte vogel van destijds. En komt hij die kant uit. Aan de oever van een beekje zat een man, dat hij eenzaam was, dat zag je hem zo aan. In de boom die naast hem stond, keek een vogel in het rond. De man die zag het beestje zitten en hij zong: vlieg nooit te hoog, mijn kleine vriend, want als je valt, dan val je diep. Wie te hoog vliegt aan de top, komt in gevaar. Vlieg nooit te hoog, mijn kleine vriend, boven de bomen van je wind. Niemand helpt je meer, je staat alleen, mijn vriend, dat doet je zeer. Na een tijdje was de zon ondergegaan, maar ze kwamen nog niet van hun plek vandaan. De vogel floot wat voor zich uit, de man genoot van dat geluid. Hij dacht aan vroeger, aan wat ooit was misgegaan. Vlieg nooit te hoog, mijn kleine vriend, want als je valt, dan val je diep. Wie te hoog vliegt aan de top, komt in gevaar. Vlieg nooit te hoog, mijn kleine vriend, boven de bomen van je wind. Niemand helpt je meer, je staat alleen, mijn vriend, dat doet je zin. Een dag later stond hij liftend langs de weg. De auto's raasden hem voorbij, hij had steeds pech. Er lag een vogel dood in het gras en hij dacht ten einde raad dat het kleine dier zijn vriend van gisteren was. Vlieg nooit te hoog, mijn kleine vriend, want als je valt, dan val je diep. Wie te hoog vliegt aan de top, komt in gevaar. Vlieg nooit.
Koffer in der Hand, von Flensburg bis nach Garmisch verlassen wir das Land. Die Kinder und die Alten sind immer mit dabei. Wir lassen uns nicht halten und nehmen alle frei. Am Strand von Maspalomas, auf Gran Canaria. Am Strand von Maspalomas, da sehen wir uns wieder.